Daar gaan we weer. Dit is de aftocht uit de haven, uit het kolenterrein waar we nu zitten. Ik was zo verstandig om mijn mobiele telefoon kwijt te zijn op het moment dat iedereen wegging. De meeste mensen die nemen überhaupt geen telefoon mee naar protest, omdat als die in de handen valt van de politie, dan hebben ze al je telefoonnummers. Hebben ze waarschijnlijk toch al, maar toch niet fijn. Ook omdat dat ding natuurlijk geld kost, is het niet zo chill om hem achter te laten. Maar hier verdwijnen we weer, omgekeerd van de intocht. Een stuk rustiger nu het allemaal voorbij is. Pieter weer in zijn rolstoel. Super gezellig. Het gaat goed. Ik ben heel erg benieuwd of er straks, als we naar buiten lopen, ook politie op ons te wachten staat. Ik ga er vanuit van niet. Omdat tot nu toe hebben beide kanten, zowel wij als de politie, heeft heel erg ingezet op de-escalatie. Dat is ook heel verstandig. Het zou verstandig zijn als mensen ook fossiele brandstoffen anders even de-escaleren. Zodat daar ook minder van komt. Maar we lopen nu naar de uitgang toe. Wil je iets zeggen? Facebook Live. Is dit Facebook Live? Dit is Facebook Live. Wat? Oh, dat was leuk, mensen. Moet je hier naar kijken. Heb je nog wijze woorden over hoeveel steenkool er hier doorheen gaat? Heb je je fact sheet uit je hoofd geleerd? Nee. Geen, kijk, dat is dus ook iets. Je kunt best actie voeren zonder dat je alle details weet. Al die mensen die vragen, weet je alle details? Is dit nou de grootste of de één na grootste haven? Ja, dat maakt niet echt uit. Wat wel uitmaakt is dat het echt super goed werkt om het hier voor een dag plat te leggen. Hè? En of het nou beter had gewerkt als we een Rotterdamse haven hadden platgelegd. Ja, je moeder. Wij zijn al super gelukkig dat er iets gebeurt. En eigenlijk zou iedereen super gelukkig moeten zijn dat er iets gebeurt. Moet je niet trouwens zeg maar horizontal viewen? Is dat zo? Sorry. Dat is meestal bij foto's. Ja, volgens mij. Kijk, zijn mensen altijd van horizontal. Stuur even een reactie als dat moet. Volgens mij had ik dat eerst en toen kreeg ik een reactie dat het niet moest. Maar, maar voor de publieksparticipatie, stuur nu een bericht als het andersom moet. Anyway, wat hij dus net zegt is, je hoeft niet alle details te kennen als je mee wilt doen aan een actie. Je moet weten waarom je daar bent. Je moet wel hebben uitgezocht of het target dat je hebt daadwerkelijk iets fout doet. Hè? Je moet niet per ongeluk de biowinkel in elkaar slaan. Je moet trouwens sowieso geen mensen in elkaar slaan, dat is verkeerd. Hè? Maar je moet uitzoeken of je target goed of slecht is. Maar als je weet dat dat goed is uitgezocht, dan maakt het niet echt uit hoeveel miljarden tonnen uitstoot, of miljoenen tonnen uitstoot, whatever, hier doorheen gaat. Dan maakt het uit dat jouw handelingen verschil kunnen maken. En dat jij iets kan bijdragen aan en... Nu is het even moeilijk, want het moet er ergens onderdoor. Dat en die shit voor een dag niet uitgestoten wordt, wat echt verschil maakt. Want bijvoorbeeld bij En de Gelende, toen zeiden mensen, ja, maar jullie gaan daar met de bus heen. Is dat niet een beetje vervuilend? En wat bleek, doordat het bij En de Gelende één dag stilgelegd was, hadden alle 3000 mensen die meededen, zouden 3 keer heen en weer kunnen gaan met het vliegtuig naar New York. Zoveel was er stilgelegd. Dus ja, je kunt best met de bus naar En de Gelende gaan om mee te doen. Want ja, dat maakt echt superveel verschil. Maar als je jezelf dan wil belonen, dan kun je daarna zelfs met het vliegtuig naar New York. En dan ben je nog steeds goed af. Dus dat is best wel vet. Het liefste zou ik hebben dat er limousines staan om ons op te halen. En een bad. En een bad, want het is echt super smerig hier. En ik voel me een beetje vies en mijn stem is weg. Maar als er geen limousines staan, dan heb ik het liefste dat er geen busjes staan. Ja. Want iedereen weet dat busjes nooit een goed idee zijn. Dus we lopen vrolijk door. Naar de uitgang. Oh, sorry. Rea van Jap, die zegt, laat het verschil zien. Dit is horizontaal. Is dat beter? Of moet het dan weer verticaal?
Dat blijft je bezig gaan. Oh, dit is misschien, weten de mensen dat al? Hier hebben mensen... Wat is dit? Stop kool in de grond geschreven. Ah, hier hebben mensen stop kool in de grond geschreven. Helemaal hier zo naar rechts. Maar oh, dat, ja. Zie je niet zo goed. Dat zie je eigenlijk vanaf die plekken boven. Zie je dat je kunt dat van boven dus heel goed zien. Moet het nou nog anders, Rea? Je kunt het dus van boven heel goed zien. Daar. Hier hebben mensen leave it in the ground of stop kolen. Of stop kool, geloof ik. Stop kool geschreven. Je kunt het ook van boven zien, dus mocht je toevallig met je drone boven het Amsterdamse havengebied zijn, kom even langs, maak een fotootje en stuur hem naar ons op. En weet je, mocht je toevallig in het havengebied zijn, kom dan langs als we naar buiten komen om hallo te zeggen en ons toe te juichen. Of, En daarna misschien wel een biertje te drinken op ons kamp, dat mag. Ja, want we hebben een fantastisch klimaatkamp voor iedereen die sowieso niet opgepakt wil worden. Of voor mensen die niet in staat zijn om mee te doen aan de actie, maar wel geven om het klimaat. En wel graag met andere klimaatactivisten willen zijn of willen praten. Omdat deel van deze actieweekend, actiedagen, is niet alleen maar dat we actie voeren, maar ook dat we elkaar leren kennen. Dat we een grotere beweging worden. Dat we naar buiten toe laten zien dat we groeiend zijn. Dat we met heel erg veel mensen zijn en dat we dit samen kunnen. Want ook alle mensen die in het kamp hebben gezeten vandaag, daar heb ik het niet over gehad. Maar iedereen heeft eten gekookt, ze hebben shit voor ons gedaan, ze hebben met de pers gepraat. Ja. Die mensen zijn ook echt super essentieel voor het bestaan van het kamp. Van deze actie überhaupt. Dus eigenlijk vergeet nooit, ook als je bijna niks kan doen, kun je al zo ontzettend veel doen. En dat kan... door fysiek ter plaatse te zijn als support. Want zelfs als je aan de bar zit, lacht en leuk met ons kletst, is het eigenlijk best wel fijn. Maar het kan ook door te twitteren of door brieven te schrijven aan je krant. Of door met je ouders, vrienden, familieleden, kinderen te praten. En te zeggen, joh, steenkool, vet kut. Ja, dat maakt ook al uit. En ook, voel je niet schuldig als je niet iets kan doen. Voel je ook niet schuldig als je niet alles wil doen. Maar kom wel langs voor de gezelligheid in het kamp als dat leuk is. We hebben 5 hele kijkers. Dus we hebben 5 kijkers. Oh, dan kunnen we gewoon persoonlijk worden. Waar zie je dat? Kijk daar, 5. Oh ja, hallo. Hoi. Eten met 5. Hoi, leuk. Als er nu eentje weggaat, dat zou echt kut zijn. Anyway, laatste moment in de haven. Oh, er zijn er nu nog maar 4. Ja! We hebben de 4 mensen nog vragen misschien of zoiets? Ja, stel ze. Het laatste moment in de haven. Ik was er nog nooit geweest. Ik had er ook nooit beelden van gezien. Als ik er beelden van had gezien, had ik het echt super eng gevonden. Want check it out. Het zijn een soort van... Weet je wel, mensen zeggen altijd in Nederland zijn geen bergen. En dit is toch wel een beetje een berglandschap. Zou ik zeggen. Ja. Flauwe woordgrap, we zien er als een berg tegenop om van fossiele brandstoffen af te stappen. Nu nog maar 3. Maar misschien kunnen we wel samen bergen verzetten. Ja. Want als je samen de schouders onder zet, dan kom je er wel. Ja. Volgens mij gaan we nu heel lang hier stilstaan. Ja. Tot er voldoende... Iedereen is aangesloten. Tot iedereen is aangesloten, dat is heel belangrijk. Uitgang wandelen. Gaan we samen naar de uitgang wandelen. Want, weten jullie hoe we binnenkwamen? Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ja. Opeens was het hek open en toen kwamen we door de ene greppel heen, door het hek, door bosjes. En toen zagen we daar, tot onze grote schrik en verbazing, een sloot. Toen zijn we de kanten gaan verkennen en hebben een bruggetje gevonden waar we heel gestaag en gezellig overheen zijn gelopen. Ja, dat bruggetje was echt... daar heb ik ook een filmpje van. Oh jeetje, volgers toch. Maar dat, ik vond dat vrij heftig. Ik dacht, oh mijn god, en straks ligt er ergens in de bosjes ook nog een kolonne ME'ers die me gaan slaan. De ninja politie. De ninja politie. Maar die was er niet, dus dat was heel erg fijn. Maar je kon ook zwemmen, want ik had dus niet door dat er een bruggetje was. Dus ik loop al de hele dag in een natte broek, maar het maakt niet uit, want het is zo leuk. Wacht, horizontaal is beter? Is dat dit? Ja, landscape. Landscape.